weet wel dat het allemaal hele goede acteurs en zangers zijn. En ja. Volgens mij is het wel echt een hele originele versie. Ik heb er zin in. Ik heb wel hoge verwachtingen. Het is natuurlijk een prachtig stuk. En in een moderne nieuwe bewerking met Huub. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hele hoge verwachtingen. Ja, ik eigenlijk ook. Ik heb heel veel zin. Ik heb ook heel veel zin van de zang. Heel veel zin in. Ja. Ik heb ook mooie plaatjes gezien op socials. Dat ziet er in ieder geval heel vet uit. Sokie Gala wordt Don Quixote de la Mancha. Ik ben Don Quixote. Ik denk dat ze een hele nieuwe eigentijdse versie hebben neergezet. En het heeft mij heel erg geraakt. Ik vind de Huub van der Lubbe echt een heel geloofwaardige man van La Mancha. Want hij zijn manier van praten. Ik dacht ook aan het begin toen hij... Ik denk, hij rent het einde van de voorstelling niet. Want hij heeft een bepaalde dictie. Maar dat is daardoor, voor die rol, fantastisch. Ik hou heel erg van dit soort dingen. Ik heb ook de hele tijd zitten janken daar in die zaal. Ik vond het echt prachtig. Ja. De vormgeving, de kostuums, het decor, het was zo mooi. En dat op zich vind ik al een kunstwerk. En dat op zich vind ik al de moeite waard om deze voorstelling te zien. Ja, dat is wat ons nu te doen staat toen Huub dat lied ging zingen over de droom, de onmogelijke droom. Het soort vechten tegen de lelijkheid en het blijven zien van alles wat mooi en goed is. Dus daar werd ik heel erg door ontroerd. Dat vond ik echt heel mooi. Dat je als je een pet opzet, een harnas aantrekt en op een plastic paard gaat zitten, dat we allemaal aannemen, dit is nu een ridder. En wij gaan helemaal mee in zijn gedachtenkronkels. Ondanks dat we allemaal weten, hij is niet helemaal gezond bij zijn verstand. Ik vind ook de emancipatie van de musical wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, moet zijn dat er echt ook weer iets aan toegevoegd wordt. Niet alleen maar een doordruk is van wat er ooit is bedacht, maar dat het gewoon ja, ook weer een nieuwe vorm krijgt.